Security awareness is een vergeten onderwerp binnen informatiebeveiliging. En security awareness is vooral van belang omdat de medewerker de zwakste schakel is binnen informatiebeveiliging. Security awareness maakt mensen bewust van hun gedrag en zullen daarna ook veilig gaan handelen als ze weten wat de gevolgen kunnen zijn van hun handelen. Voorbeelden wat fout kan gaan. Het gebruik van e-mail, phishing mail, spear phishing, websites die gehackt worden, ransomware die geïnstalleerd wordt. Een mooi voorbeeld dat inderdaad bestanden versleuteld raken en niet meer te gebruiken zijn met alle gevolgen van die. We hadden een laatste discussie over beveiliging van gegevens van onze klanten. En toen kwam deze uitnodiging via de mail langs, precies op het goede moment. Dus we dachten, nou, dat is interessant. Uiteraard is het belangrijk, zeker als het gaat om gegevens van onze klanten die wij in beheer hebben. Daar wil je goed vertrouwelijk mee omgaan. Aan de andere kant gaat het ook over een stuk gedrag, wat je zelf hebt, wat je bij je medewerkers hebt. En gedrag is altijd lastig te beïnvloeden en dat zijn natuurlijk de lastige aspecten. Ik vond de interactie heel prettig. Er werd goed met elkaar gediscussieerd. En ik had ook het idee dat mensen tot echt door die discussies tot nieuwe inzichten kwamen. Dus wat mij betreft, uitstekend. Ik vond een interessant stukje bewustwording van wat er allemaal komt kijken bij beveiliging, security awareness en wat je daar praktisch mee kan doen.